ik ga mijn fiets ophalen bij een van de plekken waar ik niet kan pinnen in Nederland. Want hij zegt, ga maar gewoon naar de pinautomaat op de hoek. Hij wil er niet aan. Mijn fiets is gemaakt. Nieuwe snelbinders, stuur afgestaald en hij doet het weer helemaal goed. Oké, totale kosten €20. Maar ik kan bij u nooit pinnen, hè? Nou, dat was in de buurt een pinautomaat. Daardoor heb ik het nooit nodig gehad. Maar nu heb ik wel hard nodig, omdat niemand draagt de losse geld in. Oké, dus we kunnen nu gewoon pinnen. Wauw! En is het nou zo lastig om pinnen te accepteren? Nou, is niet lastig, maar dat is wel, duur? Ja, wordt best wel duur. Ja. Je hebt het heel lang volgehouden, ja, hè? Niet te pinnen. Maar dat is ook zo, maar dat er extra erbij komt. En het tweede is de administratie wordt groter. Oh. Is het nou moeilijk, zo'n pinautomaat, om die te bedienen? Als je me even zegt, van een oudere mensen, misschien jonger is, dan weinig last. Maar dat is wel, als de pinnen erbij komen, extra administratie, dan moet je extra werking worden. Nou, toch leuk dat je het doet. Ik ben er echt blij mee. Ik kan gewoon weer mijn spul kwijt. Ik hoef hier niet meer met cash aan te komen of weer gewoon bij de pinautomaat om de hoek te gaan. Heerlijk! Ja, dus even de PIN-applicatie. De telefoon, bam. Even geduld, draadloos acceptatie. Ja. En? Hij is betaald? Hij is betaald, ja. Oké, en wat kost het nou per maand, dit? Dit is per maand, is het, als je het tot €2000, dat is 2,5%. Ja. En is het van de zero. Ja. Als ik boven dan dat heb, ik, dan wordt het 2%. 2%. En vind je dat nou veel? Nou, is wel veel, ja. En moet je nou ook nog voor dit apparaat betalen? Nee, die apparaat heb ik wel eenmalig gekost. Dat was €15 betaald. Oh, nou. Maar alleen wat gebruik ik wel betalen. Want wat ik vind het mooiste, wel, dit is het draadloze ding. Dan kun je ook bij de pinnen bij je klanten. Ja, en alles zit meteen op je mobiele telefoon en zo. Als je mobiliteit bent, dat is wel mooi. Je wordt modern. High five. Dank je.